De nederzetting Longyearbyen is genoemd naar John Munro Longyear, eigenaar van de Arctic Coal Company uit Boston. Hij stichtte hier in 1906 een nederzetting voor arbeiders in de steenkoolmijnen. Overblijven van deze mijnen zijn nog her en der te zien. Tegenwoordig is nog slechts één van de zeven mijnen in gebruik. Het huidige Longyearbyen heeft ruim 2000 inwoners en bijna evenveel sneeuwscooters. Buiten het dorp, tegen een berghelling, staat de noordelijkste kerk van de wereld, de Noorse Svalbardkerk. De kerk werd ingewijd in 1958. En vervangt een oudere kerk die gedurende de Tweede Wereldoorlog vernietigd werd. Nabij de kerk staat een oorlogsmonument. Als we Longyearbyen verlaten, zien we, even voorbij de luchthaven, de toegang tot de wereldzaadbank van voedselgewassen. Dit is een opslagplaats voor zaden afkomstig uit de hele wereld. Voordat we Spitsbergen verlaten, varen we nog door de Barentsburgfjord. Barentsburg heeft ongeveer 500 inwoners, voornamelijk Russen en Oekraïners. Volgens het Spitsbergenverdrag uit 1920 moet Noorwegen landen die het verdrag ondertekenen, toelaten hier economisch actief te zijn. Nadat we de Barentsburgfjord verlaten hebben, varen we zuidwaarts richting Noorwegen. We gaan achtereenvolgens naar de Noordkaap, Hammerfest en Bergen. Tijdens onze tocht naar de Noordkaap speuren we de zee af naar walvissen en dolfijnen.